volg hoe deze meneer gaat. Of deze meneer gaat. We hebben een hele grote. Nou, dat is heel anders werken in de biomechanica. Want nou, ik ga zijn schouder in zijn hoofd. Dan ga jij mee. Dan moet ik die stoel, dus daarin ook. Ga je dan bijvoorbeeld atemmeetjes maken, balansverstoring. Wij prikken net onder die navel. Dus deze is het. Dus wat we doen, vaak als het een conflictje is, bla 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 bla. Hop. En verder praten. Rob, kom er eens in. Dus daarin ook, beter hoe ga je moeiteloos bewegen en niet in staat te doen in de prikken. Dus ik zou zeggen,